De koningin gaf zelf bekendheid aan het heugelijke nieuws over haar dochter, prinses Margriet. Het is voor ons, voor mijn man en mij, een grote vreugde u de verloving aan te kondigen van onze dochter Margriet Francisca met de heer Pieter van Vollenhoven. We hebben meegemaakt hoe hun vriendschap zich tot deze verloving heeft ontwikkeld. En we zijn blij u te kunnen laten delen in onze vreugde. De grote dag van het huwelijk van prinses Margriet met meester Pieter van Vollenhoven ziet Huis ten Bosch in een besneeuwde omgeving, wanneer de witte bruid aan de arm van een gelukkige bruidegom naar buiten treedt voor de tocht naar Stadhuis en Grote of Sint-Jacobskerk. Het is guur en mistig als de glazen koets door Den Haag rijdt. Een Nederlandse jongeman voert een prinses van Oranje ter huwelijksvoltrekking na een bruidstijd die heeft aangetoond hoeveel sympathie er voor dit paar bestaat. Het slechte weer heeft velen op deze januaridag thuisgehouden. Maar de belangstelling neemt toe naarmate de stoet het stadhuis dichter nadert. Bruid en bruidegom betreden de raadzaal van het stadhuis, die in stijl versierd is voor het huwelijk van een prinses. Achtmaal eerder had de hofstad het huwelijk van een Oranje binnen haar poorten. Ditmaal huwt de derde dochter van koningin Juliana en prins Bernhard, die eerder prinses Irene en prinses Beatrix zagen trouwen. Als allen gezeten zijn, richt burgemeester Kolfschoten zich allereerst tot de vader van de bruidegom. Meneer van Vollenhoven, verleent ge toestemming tot het huwelijk van uw zoon Pieter van Vollenhoven met haar koninklijke hoogheid prinses Margriet Francisca der Nederlanden? Ja. Na de toestemming van mevrouw van Vollenhoven wendt de burgemeester zich tot prins Bernhard. Koninklijke hoogheid, verleent gij toestemming tot het huwelijk van uw dochter, prinses Margriet Francisca der Nederlanden, met de heer Pieter van Vollenhoven? Ik heb het al schriftelijk gedaan, maar ik doe het graag nog een keer mondeling. Ook de koningin stemt in met het huwelijk van haar dochter. Der Nederlanden, met de heer Pieter van Vollenhoven? Ja. Hierna richt de burgemeester zich tot het bruidspaar. Eerst vraagt hij de bruidegom. Pieter van Vollenhoven, verklaart gij aan te nemen tot uw echtgenote prinses Margriet Francisca der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, prinses van Lippe-Biesterfeld, en verklaart gij getrouwelijk alle plichten te zullen vervullen welke door de wet aan de huwelijke staat verbonden zijn? Wat is daarop uw antwoord? Ja. Koninklijke Hoogheid, verklaart gij getrouwelijk alle plichten te zullen vervullen welke door de wet aan de huwelijke staat verbonden zijn. Wat is daarop uw antwoord? Ja. Dan verklaar ik in naam der wet dat gij door de echt aan elkander verbonden zijt. In de Sint-Jacobskerk vindt de inzegening plaats. Pieter van Vollenhoven, belooft gij dat gij haar in liefde zult dienen, haar trouw houdend in alle dingen, overeenkomstig het heilig evangelie? Wat is daarop uw antwoord? Ja. Dan richt professor Berghoff zich tot de prinses. Overeenkomstig het heilig evangelie. Wat is daarop uw antwoord? Ja. Tijdens het wisselen der ringen bestaan bruid en bruidegom een ogenblik alleen voor elkaar. Ik neem u tot mijn vrouw en tot teken daarvan geef ik u deze ring. Ik neem u tot mijn man en als teken daarvan geef ik u deze ring. Voor God zijt gij dan uw man en vrouw, zodan wat God samengevoegd heeft, scheiden.